welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Meijers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, ik ben enige tijd ben ik bezig geweest en ik heb, kan ik wel even vertellen. Ik ga nou pas lunchen, want het is al begin van de middag. En ja goed, ik ga heerlijk lekker geroosterd brood maken. Want wat heb ik gedaan? Tadaa! Dat heb ik gedaan. Dan heb ik dat in ieder geval al klaar. Ik heb de was. Daar is de kat. En ja goed, dan hebben we dat in ieder geval al klaar. Ik ben een beetje laat met eten, maar goed. Dat kan wel eens inschieten, want vanmorgen heb ik druk gehad. Ik heb extra werk moeten verzetten, maar ja goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dan eten gewoon wat later. Dus ja goed, in ieder geval, dat is dat. Ik hoop dat jullie van de vlog gisteren genoten hebben. Wij in ieder geval wel van de hele dag. En kijk vandaag gezellig met ons mee, zou ik zeggen. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier en geniet van dit beeld wat ik ga maken. Dus ja, dat is dat. Ik moet straks nog even brieven nog brengen, want ik stond vanmorgen bij een flat, kan ik wel heel even vertellen. Ik stond bij de ingang en ik kwam niet naar binnen. Wat is het nou? Dat is daar op het Maanplein. En ja, daar zit ook van die gemeente en allerlei andere instanties, maar goed. En ja, stond ik daar voor een gesloten deur. Wat is het nou? Die gaat pas naar 8:30 of zoiets gaat die open. Ik had inderdaad kunnen zeggen van vanmorgen van, goh, ik ga, want ik was bij de flat er tegenover. Ja? En dan had ik hem inderdaad in kunnen gooien. Maar ja, omdat ik hier in huis nog wat wou doen, ja goed, dan is dat zo. Dus, maar in ieder geval, dat is dat. Dan ga ik dat strakjes even brengen, voor ik Daan ga halen van de Bezo. Want die is ook naar de Bezo. Linda is weer werken. Het gaat redelijk goed met Linda, dus daar zijn we wel blij mee. En aankomend weekend staat er iets leuks op het programma. Wat het is, dat zien jullie vanzelf al in de vlog. Want ja goed, we gaan er even tussenuit. Meer kan ik daar niet over zeggen. En dan gaan we heerlijk genieten. Dus geniet daar ook van. Want het is een korte periode. Want voor je weet zijn we zo weer thuis en is alles om. Dus, maar goed, dus in ieder geval, ik ben nog steeds aan het wachten. Ik ga dadelijk even alvast wat druk op de plaats zetten. Dat ga ik nu even doen. Dus nou is het zo. En als ik in mijn vingers knip, dan is het klaar. Het brood was nog eerder klaar. Tot ik wou gaan opruimen. Maar ja goed, dan ga ik eerst even lekker eten. En lekker genieten van de maaltijd. Dus even gauw een happy en dan door. Tadaa! Alles is opgeruimd. Dus ik ga dan naar boven. Ik heb de was heb ik ook aan. Die gaan we delen. En dan kan ik hierboven even alles opruimen. Kijk maar, ik heb die was heb ik aangedaan. Ik ga even hier alles in een gangetje. En dan hebben we dat ook weer gehad. Yes, alright. Ik ben weer even wat verder en ik heb alles hebben gedaan. Dat ook allemaal opgeruimd. Dan ga ik mij heerlijk lekker douchen en dan weer aankleden. Yes. Dan gaan we even dadelijk omkleden. Oké. Okay. Tada! Ik heb me heerlijk gedoucht en aangekleed. Dus in ieder geval, dat is helemaal klaar. Ik heb mijn schoenen heb ik al aangedaan. Kijk maar, daar. Daar is de kat. Ik moet even kijken hoe lang de was nog moet. Dan, half uurtje nog en dan is het klaar. Dus, ja goed, ik was van plan om even dan weg te gaan. Die brieven nog even posten wat ik zei. En dan laat ik het telkens zien wat ik bedoelde met die deur. Want dat is op het Maanplein is dat, geloof ik, in Heerlen. Dus maar in ieder geval, ja. Ja. Hè? Ja, dus, maar goed, in ieder geval, ik ga dan even mijn jas aandoen. En dan pak ik de scooter en rij ik even naar de stad. Yes, alright. Ik heb mijn jas aan. Dus ik ga even... Oh, ik moet even sleutel pakken. Oh. Ach, ja, ja, ja. Anders kan ik de deur open laten. Is iedereen welkom? Nee, grapje. Gaan we even afsluiten. Zo, even op slot maken. Die had ik even open laten staan. Want, ja goed. Kijk, zijn de brieven wat ik nog moet doen. Dus dat ga ik nou even doen. Dus even de scooter starten. De helm op.
En dan gaan we. Dus, toedeloe, en dan zie je me dadelijk daar. Yes! Dan sta ik nu op het Maanplein. Kijk, zo ziet het eruit. En voor deze deur stond ik dus vanmorgen. Ja, goed. Even de brief posten. Dit is maar één adres gelukkig. Dan neem ik jullie daar ook eens in mee, hè. Even kijken. Kijk, hier zijn de brievenbussen. Daar. Even kijken. Ja. En weg. Dat doe ik dus. Kijk, dan heb je hier. En hier ga je dan boven naar de flat. En hier stonden voor mensen vanmorgen dus te werken. Die kwamen dus ook niet binnen. Dus, maar nou wel. Dus, maar goed. Dat is dat. Kijk. Zo ziet het eruit. Tada. Maanplein. En als je daar naar boven gaat, kom je op het Spoorplein uit. Ja. En daar is het UWV. Dus in ieder geval, ik pak de scooter, want het is een beetje aan het druppelen. Dus in ieder geval, ik ga tanken. Doei. Tot bij tankstation. Ik ben hier bij tankstation. En ik kom dus net aanrijden. En er was er iemand die hier werkt, die zei van er is een storing. Dus ik kan er helaas niet tanken. Dus dan houd het op. En dan kijken we maar straks. En anders proberen we morgen wel te tanken. Dus, maar goed, dat is niet zo heel erg. Dus ja, ook dit kan gebeuren bij tankstation. Dus in ieder geval, ik ga er weer vandoor. Ik ga richting huis toe, want Daan zal ook gehaald moeten worden. Van de BSO. Dus in ieder geval, ik ga die kant op en dan spreken we ons later. Ik heb Daan van de BSO afgehaald en gisteren had hij de bril kapot. Dus kijk of die nou klaar is. Ik ga even naar binnen. Hoi. Yes. Nou, de bril heeft hij weer op. Kijk. Dus in ieder geval, het was heel leuk op de BSO. En hij heeft hele leuke dingen gedaan, dus. In ieder geval, dan gaan we weer nou op naar huis, want ik ben een beetje zeker dat door het slechte weer. En kijk, hier zijn ze nog steeds aan het werk hier. En daar, in verband met die mijnwaterleiding, wat hier in de grond komen. Dus ja, dan zien jullie dat ook. Dus in ieder geval, ik ga nou op naar huis. Wij zijn weer thuis aangekomen en ja goed, mijn jas is een beetje nat, dus ik vind een klein beetje doorgelekt, maar ja goed, dat maakt niet zo heel veel uit, dus in ieder geval, het is alweer slecht weer. En ja goed, we zijn weer compleet. Dus in ieder geval, ik hoor dat de was ook klaar was. En die ga ik dus even ophangen en dan ga ik de volgende aanzetten. Yes, ondanks het slechte weer, hebben we toch heel veel goede humeur. Geweldig, top! Nou, ik was nog even verder. Ik heb de was nog even opgehangen, die was klaar. Dus nu heb ik de volgende aangezet. En wie is daar? Tadaa! Linda is ook daar. Dus ja, Daan hadden we al gezien. Dus in ieder geval, het groepje is weer compleet. Zijn we bij elkaar, dus. En dat is dan wel weer fantastisch. We gaan nu even lekker chillen, even lekker zitten en dat soort dingen allemaal. En dan gaan we daarna eten maken. Huh? Dus in ieder geval, je ziet ons dadelijk met eten maken. Zijn we even een tijdje verder en ik wil jullie dit heel even laten zien. Jullie wisten van die puzzel. En kijk eens. Tadaa! Is helemaal klaar. Ik zou zeggen, zoek de verschillen, maar dat is er niet. Helemaal klaar. En dan wou ik jullie meenemen met het eten maken. Wij eten vandaag. Oh, spaghetti. Tadaa, had ik al eruit gehaald. En er zit waarschijnlijk tomatensaus zit erbij. Een of andere kruiden. En kaas of wat. En uiteraard gehakt. Dus, dan ga ik even jullie neerzetten en even de rest even pakken. En dan kom ik met bij jullie terug. Ik heb de pannen heb ik op het water, dus ik ga nu even met het gehakt beginnen. Nou, ik heb het boter in de pan, dus dat is allemaal prima. Voel ik gelijk, hè?
nou is het een keer wat anders. Als wat we normaal gewend zijn, ja goed. Oh, excuus. Even de stamper pakken. Ik heb mijn handen al gewassen. Dan in mijn al te kijken. Even kaart maken. Oh. Was even kaart. Het water was even uit. Ja. En ik zie dat de camera niet goed staat. Sorry. Wacht even, één moment. Zo, nou hebben we goed gezet. Prima. Ja. De kat wordt strakjes verzorgd. Gezellig. Het is zo koud. Ja. Wacht even, één moment. Ja, want ik had aan Linda gevraagd wat die tekst wat erop stond. Ik hoop dat jullie iets kunnen zien. Dat is een soort kaas. Linda heeft het opgezocht. Dat is schijnbaar kaas. Dit is kruiden. Oh. Dit is een of andere kruiden. Ja, dit is dan tomatensaus. Staat ook gelukkig in het Nederlands op. Dat is wel weer een woord. Ja, goed. Dan zijn we heerlijk aan het kokkeren. Kijk, want zo moet het dan eigenlijk eruit zien. Dus ben benieuwd. Ja, ik doe het op de familie Meijers manier. Gewoon erin doen. Hoppa. Kijk, en ik doe toch kruiden erin. Ja. Kijk hoe lang de was. 8 minuutjes. Is de was klaar. In de tussentijd gaat het dan koken. Hoe lang moet dat koken? Oh, 10 minuutjes ongeveer en dan is het klaar. Ja. Dus ja, goed, ik ben nog eventjes bezig puzzelen, wat jullie gezien hebben. Dus ook even een beetje een rustmomentje. Altijd belangrijk, dat je toch even een rustmoment even opzoekt. Want ja, goed, ik kan wel blijven doorgaan, maar ik moet af en toe ook wel een stapje terugzetten. Dat is dan wel weer mooi. Bijna klaar, even de giet pakken. Zo. Ah. We eten vandaag eens een keer geen aardappeltjes, maar heerlijke spaghetti. Kijk, is alles goed. Alles goed vooruit. Nou, dan gaan we de rest even doen. Afgieten. Ik hoop dat ik geen melding krijg met muziek. Want Daan is YouTube aan het kijken. En heeft dan bepaalde muziek op staan. Dus, maar goed.
doen we de saus. Oh, wacht. Nee, dat maakt niet zo heel veel uit. Volgens mij moet er ook een beetje water bij, zo te zien. Maar... nee, is goed. Dan doen we gelijk die kruiden doorheen. Kijk, kan ik jullie even dat nou laten zien? En zo ziet het er nou uit. Het water moet nog koken. En dit is dan de saus met kruiden. Ja. Het is een keer wat anders, hè? Ja, dus ik zet dat even laag. Ik ga jullie even nog verder. En dan, als ik dadelijk weer wat ga doen, dan zet ik er weer even aan. Yes. Het water begint te koken. Het moet nog een kleine 10 minuten en dan is het eten klaar. En dan kan ik de rest maken. Dit is een keer wat anders, hè. Spaghetti à la familie. Oh nee, het is van Duitsland. Ik ga de boel even opruimen. Dit is die kaas. Die ga ik strakjes gebruiken, want dat is maar een klein beetje. En dan hebben we dat in ieder geval alweer gehad. Dat zien jullie wel. Dat is dat. Dat kan rustig zijn gang gaan. En dan ga ik even verder met andere dingen doen. Ik ben even bezig geweest en de spaghetti is klaar. Ik heb het allemaal gered. Het is allemaal prima en goed gegaan. Dus ik heb de kat verzorgd, de tafel gedekt en dat soort dingen allemaal. Blijft er even een klein beetje hangen. Nou, dat is dat. En dat hier. Nu gaan we dat eens uitproberen. Komt goed. Alles komt uiteindelijk toch wel weer goed. Nou, even mixen. Ik heb de was heb ik boven even gezet. Ja goed, laat me even staan. En ik heb gelijk een nieuwe aangezet. En dan moet er waarschijnlijk dan nog eentje gewassen worden. Maar goed, dat is dan voor latere zorg. Zo, kijk eens. Wat heerlijk. Echte Italiaanse gerechten. Si, 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 si. Muchas gracias. Signorita. Si. Doorhusselen. Nou, dat laten we erin. Dat gaat mee. Jullie gaan ook mee.
maar niet eten. Dus tafel heb ik gedekt, kom hier eten. En dan gaan we heerlijk lekker genieten van onze heerlijke maaltijd. Lekker! We zijn weer even een tijdje verder en ik heb de boel opruimen. Het zal moeilijk gaan, hè? Maar we hebben heerlijk gegeten, heerlijk lekker gesmikkeld en gesmuld. En nu ga ik even de boel opruimen en hier ook even alles opruimen en dat schoonmaken en dat soort dingen allemaal. Dat gaan we eerst even doen. En dan hebben we dat in ieder geval al gehad. Yes! Ik ben weer even een tijdje verder en alles heb ik weer schoongemaakt en opgeruimd en het ontbijt alvast klaargezet. Ik was van plan om nou even weg te gaan. Vanmiddag wat jullie zagen, en dat is Linda. Vanmiddag wat jullie zagen was het bij Tankstation een storing. Ik wil proberen om daar even terug naartoe te gaan en dan kijken of de storing is verholpen. Ik weet het niet, maar ik ga het toch even proberen en mocht het niet, dan baat het niet, dan schaadt het niet en dan, ja goed, dan houden we het op. Maar voor de rest, we gaan eerst kijken en als het niet is, dan horen jullie het sowieso. Dus, ik ga ervan zeker dat het is opgelost. Maar, dus in ieder geval, ik ga even mijn schoenen aandoen en jas aan en dan richting Tankstation. Yes! Kijk, en we zitten er allemaal op het dak. Allemaal van die kraaien zitten hier. Heel veel. Op het industrieterrein. Daar zitten er ook nog een paar. En dan heb je daar, kijk. Heel erg veel. Die zijn eten aan het zoeken. Dat zie je niet vaak. Zoveel kraaien bij elkaar. Kijk, en dan gaan ze. Heel veel kraaien zitten hier. En zitten achter. Ook nog een hele hoop. En die vertoeven hier waarschijnlijk allemaal. Kijk, en daar. Hopla. Nou, ik ga richting het tankstation. Want ik was via het industrieterrein gereden. Ja! Dus we gaan die kant op. Yay! We gaan kijken of het goed is. En ik ben bij het tankstation. Dan gaan we even tanken. Ja. Even tanken, kijk. Ja, 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 ja. Aan die kant. Nou, ik ga jullie even verder tanken. Nou, ik heb getankt, dus ik ga even betalen. En dan heb ik de scooter weer vol. Ik heb betaald, dus ik ga de helm opdoen en ik zeg tankstation bye bye, zwaai zwaai, tot de volgende keer. Ja, dus nou op naar huis. Yes. Ik ben thuis aangekomen en ja goed, ik heb het weer erop zitten voor vandaag. Dus in ieder geval, hij heeft het gelukkig, of het kon tanken gelukkig. Laten we het daarop houden. Daar is de kat. Ik zeg jullie ook even gedag. Ja, dus ja goed, dat is alweer klaar, dan is die alvast geregeld en is het, hoef ik dan niet meer om te kijken. Dus, maar in ieder geval, voor vandaag ga ik de vlog dan afsluiten. Daan is zich boven een douchen, Linda is zich boven om een kleden. En ja goed, kijk, dat is wat ik bedoel. En, kom jij eens hier gewoon af. Hopla. Ja. Dat mag niet. Nee. Ja, ga maar de kraan. Dus in ieder geval, laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou hartstikke leuk en fijn vinden. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval, alles wat jullie wenselijk is, dan wensen we jullie toe. En in ieder geval, toi 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 en tot morgen in een gloednieuwe vlog. En abonneer even en druk op het belletje en het blauwe duimpje. Dan mis je nooit een video als die online zet. Dus in ieder geval, toedeloe nogmaals en tot morgen. Doei, namens mij, Linda en Daan. Toedeloe, doei.